waardeloos dat ze dat doen. Want ja, wat krijg je voor die beesten? Je krijgt helemaal niks en onze plezier, ja, die is weg. Want ja, wij hebben ze voor het plezier. En niet voor de verkoop of weet ik, voor de handel. Het is gewoon lekker hier op het landje en dan lekker naar je vogeltjes kijken. En daarvoor hebben wij ze. Zijn ze waard? Die vinken die zijn 90 cent. Hè? En die andere knarie zijn misschien nou, 5 euro of zoiets. Niks. En in deze tijd helemaal niet, want geen mens wil ze. Het was een grote puinhoop hierover. Dat was allemaal, ik kon nog ineens zien eigenlijk wat voor vogel het was. Zo in God waren ze getrapt. Ze waren helemaal uit elkaar en ik kon alleen aan sommige vleugeltjes zien, weet je wel, dat, wat het was. Maar kopjes, lijfjes, nee, dat was allemaal al weg. Dat is helemaal te barsten getrapt. Er waren er 200. Nou, wat heb ik? Vinkies, reisvogels, Japanse meeuwtjes, Napoleonnetjes, Mexicaanse roosmus, bisinootjes, roodmussen. Nou ja, dat was het zo'n beetje. 26. Nee, dat had niet gehoeven, nee. Want als ze nou zo graag vogeltjes zouden willen hebben, dan kunnen ze langskomen en dan zeggen ze, joh, ik wil een paar vogeltjes, kunnen ze zo krijgen. Dan hoeven ze helemaal geen moeite voor te doen, dat doe ik wel voor ze, vang ze eruit netjes en ze kunnen ze krijgen. Ze geven zo vaak vogels weg. Stijloos, het slaat nergens op, helemaal nergens op. En het vertrappen ze ook nog de hele rotzooi, dat ik ben allemaal vogels kwijt en wie weet wat er die beesten meegemaakt hebben met die rotzooi, met die gasten. Nee. Nee.